Ja. Ja, we moeten gewoon een goede beeldbank hebben. Goedemiddag en welkom bij dit eerste webinar naar een toekomstperspectief van Fruitdelta Rivierenland. Ja, helaas hadden we u vandaag hier willen ontvangen. Althans, dat was de bedoeling, maar zoals met heel veel zaken, corona gooit roet in het eten. Maar dat weerhoudt ons er niet van om u mee te nemen de toekomst in en samen met u deze te gaan verkennen. Waar liggen op onze economische kansen? Wat zijn nou die krachtige MKB en familiebedrijven die we hebben in onze regio? Want daar gaat het over in dit eerste webinar.
Wij schijnen ons licht vanmiddag op die succesvolle bedrijven. En u kan van mij aannemen, dat zijn er een hele hoop. Dit organiseren wij samen met VNO-NCW Midden. En dat is een hele belangrijke partner voor Fruit Delta Rivierenland. En we zijn daar erg blij mee. Nou, wat fijn dat u er bent. Ja, u zit waarschijnlijk alleen achter een scherm. Maar weet, u zit niet alleen, want u bent vanmiddag met meer dan 80 personen. Dus dat wil wel even wat zeggen. En ik kan wel zeggen, de vijf O's die wij koesteren met z'n allen. Nou, u ziet ze hier achter in beeld, aan deze kant. Die zijn goed vertegenwoordigd. Ik heb even de lijst erbij gepakt. Wie zijn er zoal vanmiddag bij? Ik noem gewoon even willekeurig wat namen op. Het zijn er veel meer dan ik kan noemen. Ik zie bijvoorbeeld Kees Terlouw, Universiteit Utrecht. Van harte welkom. Thomas Steenkamp, voorzitter van RBT Rivierenland. Logistics Valley Rivierenland is erbij. Goedemiddag, Frank Engelbert. Gebiedscoöperatie Rivierenland, Metaglas Operations, ook heel veel ondernemers zijn er. Zelfs minicamping tussen de dijken in Tiel. Erg leuk dat u er vanmiddag bij bent. Hitachi Vantara, watersportcentrum Herenwaarde, want ach, wat hebben we toch een prachtige toeristiek hier in onze regio. Tuinen van Appelterm, om ook maar eens een grote naam te noemen. UC Technologies, Greva, winkeliersvereniging Hart van Tiel, Geofort. Provincie Gelderland, erg fijn dat u er ook vandaag bij bent met een aantal collega's. Ocean Energy International, Fruitech Campus, ROC Rivor. Ik kan nog wel even doorgaan. En natuurlijk ook hartelijk dank aan de vele gemeenten en gemeenteraadsleden die er ook vandaag bij zijn. Nou, we hebben een interessant programma met interessante gasten voor u vanmiddag. Die net als u ook achter een scherm zitten, hier niet aanwezig kunnen zijn. Maar wie hier wel vanmiddag aanwezig is, die zit naast mij op een veilige anderhalve meter afstand. De voorzitter van regio Fruit Delta Rivierenland en burgemeester van gemeente Tiel, Hans Beenakker. Welkom. Dankjewel. Mooi om hier te zijn voor dit mooie aftrap van het eerste webinar. Dus spannend. Ik kan me voorstellen dat u zich ook had verheugd om iedereen, nou goed, ik heb hier de lijst liggen, om al die personen hier live te hebben ontmoet. Klopt. Gelukkig ontmoeten we nou ook heel veel digitaal mensen natuurlijk. En dat doen we vandaag ook. Maar het is natuurlijk wel fijner als je het gewoon fysiek kunt doen. Maar ja, het is een beetje behelpen. Ja. Aan de andere kant is het ook weer een mooie vorm van innovatie in onze regio. Dus kunnen we wellicht ook weer vaker gebruiken. Het scheelt ook soms weer wat reizen voor een aantal mensen. Dat is zo, ja. Ja, de digitaal handen schudden dan maar. En dit is een manier waarop we dat vanmiddag doen. Ja, we zitten nog midden in de coronacrisis. Wat betekent dat volgens u voor de samenwerking in onze regio? Nou ja, kijk, wat natuurlijk heel erg belangrijk is, de coronacrisis komt een keer aan het eind. Hoewel je het gevoel hebt dat het steeds maar langer gaat duren. En juist nu is het natuurlijk heel belangrijk dat we ons economisch blijven ontwikkelen. Dat we ons voorbereiden ook in de economie op weer een periode na corona. Dat we grote maatschappelijke vraagstukken, dat we daar ons op voorbereiden. Dat doen we ook, bijvoorbeeld met de regionale energietransitie. En dat er heel veel innovatie blijft gebeuren. En dat hebben we heel hard nodig. En het mooie is wel, we hebben het over MKB vandaag. Dat ik van de Rabobank ook hoorde uit recent onderzoek dat de juiste veerkracht van onze regio door het MKB dat in coronatijd eigenlijk relatief beter doen dan andere regio's die afhankelijk zijn van een aantal grote spelers. Ja, dat is toch iets om heel erg trots op te zijn. Zeker. Het is echt mooi om ook deze tijd dan aan te grijpen, om die tijd te nemen om met elkaar te denken. Want als we het hebben over de regionale economie, laten we daar eens op inzoomen. De onderzoeksbureaus Buck Consultancy en Royal Haskoning, die hebben hun licht laten schijnen over onze regionale economie. Daar is een rapport uitgekomen, een economische analyse. Nou, dat is een enorm dik rapport. Ik heb het gezien, dat kunnen we onmogelijk nu doornemen. Maar zou u daar eens een aantal highlights uit kunnen noemen? Ja, nou ja, misschien is het goed om eerst nog even te zeggen. Wij zijn natuurlijk bezig met de herijking van ons economisch ambitiedocument. Eigenlijk drie belangrijke processen die ze nu spelen. We gaan een gebiedsagenda samen met de provincie opstellen voor ons gebied. En we hebben een regio-deal toegekend gekregen vanuit het Rijk. 7,5 miljoen vanuit het Rijk en ook nog een aantal miljoen vanuit de provincie. Waar hele mooie projecten in zitten en ik ben er ook trots op. Dat maakt ook de kracht van onze regio, is dat we de afgelopen jaren met elkaar heel veel bereikt hebben. Met een regionaal acquisitiepunt voor bedrijventerreinen die we gezamenlijk hebben.
Met de logistieke campus die ontwikkeld is. Ik noem zomaar een paar dingen. Hè. Mobiliteitsuitvoeringsagenda, mobiliteitsfonds, wat we gezamenlijk hebben. Met 1 euro per inwoner, waarin we echt vaart kunnen maken op het terrein van mobiliteit. Belangrijk voor onze regio. Een regionaal investeringsfonds wat we hebben voor innovatie. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Als je kijkt naar de agribusiness, hele mooie projecten die ook echt gerealiseerd worden. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over papier en visies, maar het gaat er vooral over dat je met elkaar, met de partners iets realiseert. En ja, zo'n tree-center in Opheusden, fantastisch mooi icoonproject. Ontwikkeling van de foodtech campus in Geldermalsen. Maar ook op het terrein van toerisme gebeuren hele mooie dingen. Bij het Geofort, bij Loevestein, bij Appeltern, tuinen van Appeltern. En de ontwikkeling van de strekerij nu in Wallenooien. Ja. Dus fantastisch. Genoeg zodra corona achter de rug is, dan valt er zoveel te ontdekken in onze regio wat dat betreft. Klopt, we doen het gewoon eigenlijk heel goed. Ja. En dat blijkt ook uit de rapporten van Buk, gelukkig. Ja, nou laten we eens op inzoomen. We hebben daar even een paar zaken van op een sheet gezet. Op een PowerPoint. Want laten we eens kijken naar een paar highlights. Want hoe zit dat nou met hoeveel vestigingen hebben we bijvoorbeeld? En hoe zit dat nou met al die bedrijven? Ach, nou, daar hebben we hem. Ja, wat zijn nou die specifieke zaken die daaruit kunnen worden gelicht? Nou ja, wat eigenlijk voor onze regio heel erg opvalt, is dat we relatief veel MKB-bedrijven hebben. Familiebedrijven vaak ook. Aan de ene kant is dat heel mooi, aan de andere kant is het soms natuurlijk ook wel lastig dat we geen hele grote spelers in de regio hebben. Die kunnen vaak een regio ook wel vlot trekken. Denk in de regio Eindhoven natuurlijk vanzelfsprekend aan Philips of ASML. Ja. En we hebben ook geen universiteit of HBO in onze regio. Aan de andere kant biedt dat wel de uitdaging om ons met kleinere, relatief kleinere bedrijven ook gezamenlijk in de samenwerking, want je moet dan juist de samenwerking zoeken. Zaken te realiseren. En dat vind ik wel een opvallend punt van onze regio. Maakt het ook belangrijk om over de regio heen te kijken, naar andere regio's. Zoals in de foodsector, mm-hmm. Wageningen, waar we logischerwijs natuurlijk heel veel relaties met ons liggen. En ja, die MKB-bedrijven die vormen ook wel een hele stabiele factor. Dat blijkt ook uit onderzoeken die er gedaan zijn. En dat komt ook uit de rapporten van Buk. Ja. Dus relatief veel vestigingen wat kleinere bedrijven. Maar wel sterke bedrijven. En als u nu kijkt naar trends die op ons afkomen, wat ziet u dan verschijnen? Ja, daar heeft Buk natuurlijk ook mooi naar gekeken. Als je kijkt naar de trends, dan is het natuurlijk vooral belangrijk dat je blijft innoveren. Je ziet nu bij corona hoe belangrijk het is om ook goed op het digitaal circuit, moet ik zeggen, met webshops, via pakketten, om daar goed in te opereren. Je ziet dat creatieve ondernemers ook echt wel oppakken nu, juist in deze tijd. Dus er wordt ook weer van een deel een nieuwe markt ontdekt. Wat ik zelf heel belangrijk ook vind, is natuurlijk de duurzaamheid. Daar zijn we ook druk mee bezig. Maar duurzaamheid zal ook, behalve dat het belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan in het kader van het klimaatbeleid, wordt het ook steeds meer een belangrijke concurrentiefactor voor bedrijven. Omdat klanten, inwoners ook verwachten dat je als bedrijf daar iets mee doet. Wat ik ook wel in de coronatijd een beetje behoorlijk zie, is ook wel behoefte eigenlijk weer aan verbondenheid met elkaar. Dus verbinding. En dat is ook wel iets moois om op te pakken. Je ziet dat streekproducten, alles wat te maken heeft en lokaal is en dichtbij, is misschien deze coronatijd juist nog wel belangrijker geworden. Dat gevoel van, hey, het is ook wel fijn als we dichtbij goede recreatieve voorzieningen hebben. Als we producten kunnen afnemen die we kennen. Dat we trots kunnen zijn op onze eigen regio, op onze eigen producten. Ja. En volgens mij biedt dat zeker een kans in de crossover tussen agribusiness bijvoorbeeld en toerisme ook. Ja, ja, en ontwikkeling van technologie is natuurlijk ook erg belangrijk. Dat moeten we ook niet onderschatten natuurlijk, hè, want daar gebeurt zoveel in onze regio. Dat lijkt me wel een interessante vraag aan u. Want wat zijn nou innovaties die plaatsvinden in uw bedrijf?
Dat kunt u ons laten weten. Daarvoor hebben we een speciaal telefoonnummer waarop u uw antwoord kan gaan geven. Dat zal dan bij ons in beeld verschijnen. En dan weten we ook precies hoe u eraan denkt. En als u nu hier naar beneden kijkt, dan ziet u dat telefoonnummer. Dat is 06-21-39-72-46. We laten dit natuurlijk even staan. Dan kunt u dat even in uw telefoon zetten. Dit kunt u gebruiken om uw vraag, om deze vraag te beantwoorden. Bijvoorbeeld, wat voor een innovatie ziet u om u heen? Welke vinden er plaats in uw bedrijf? Welke zou u willen zien of wilt u ontwikkelen? Bent u daar misschien nog niet aan toegekomen? U krijgt daarvoor de gelegenheid. Praten wij gewoon nog even door. Terwijl ja, misschien is het ook wel leuk omdat ik een paar innovaties benoem uit onze wat regio. Wat ziet u zelf bijvoorbeeld? Want ik zat daar zelf pas ook over na te denken weer. Want er gebeurt eigenlijk zoveel dat je het vaak alweer vergeet. Ja. En we hebben in het kader van ons regionaal investeringsfonds, wat natuurlijk juist innovaties aanjaagt, zie je ook hele mooie projecten. Vaak kleinschalig ook, maar wel heel innovatief. Bijvoorbeeld het elektrisch maaien in de boomgaard. Nou, in het kader van duurzaamheid, waar ik het net over had natuurlijk. Heel mooi project is LED-verlichting. Teelt van Astromeria's in de Bommelerwaard. Het zijn bloemen, hè? Dat zijn hele mooie Indische lelies, heet dat geloof ik. Ja. Waar met LED-verlichting dus de groei wordt gestimuleerd. En daar komen ook heel veel mensen van buiten kijken hoe dat, hoe dat op bedrijfsniveau werkt. Uit Japan zijn ze zelf helemaal hierheen gekomen, heb ik me laten vertellen. Dat zijn gewoon hele mooie, innovatieve zaken die in de regio spelen. En je ziet dat er ook in de tuinbouw ook gekeken wordt, bijvoorbeeld met spuittechnieken, GPS-technieken, zodat je veel gerichter kunt spuiten in een boomgaard. Ja, dat is natuurlijk vanuit duurzaamheid ook een hele, hele belangrijke ontwikkeling. En wat misschien ook een heel leuk project is om te noemen, is het oplaadpunt wat in Culemborg gemaakt is voor elektrische auto's. Het zijn elektrische auto's die uitgeleend kunnen worden, wat al bijzonder is, met een gezamenlijk oplaadpunt. Maar wat helemaal mooi is, is dat het oplaadpunt gebeurt met zonne-energie. Ja. Dus daar komen heel veel elementen, deelauto's, zonne-energie, elektrische energie bij elkaar. Dat is een heel mooi project ook in onze regio. Ja. Ja, en natuurlijk komt straks ook aan de orde de smartpakker van Greva. Oh, wat is dat? Met gerobotiseerde appels worden ingepakt. Oh, zo'n packing machine. Ja. Ach ja. Ja. Dat gaat snel. Dat is echt geweldig. Maar dit is maar een greep uit alle projecten. Hè. Ik zit echt te denken van, nou, ik kan niet alles noemen. Nee, daarom zijn we ook zo geïnteresseerd om te vragen aan u. Van, nou, kent u nog innovaties? Laat het ons vooral weten. In dat onderzoek, daar nog even naar terug. Er zijn ook aanbevelingen gedaan. Welke zijn nou echt van belang voor onze MKB en familiebedrijven? Kijk, waar de BUC vooral naar gekeken heeft, is van, omdat wij veel MKB-bedrijven hebben, is het ook belangrijk om die MKB-bedrijven in hun innovatie te ondersteunen. Want kleinere bedrijven hebben niet altijd enorme innovatiebudgetten, zoals bij hele grote bedrijven natuurlijk vaak standaard wel het geval is. Yes. En dat betekent dat het extra belangrijk is om bijvoorbeeld zo'n regionaal investeringsfonds, om projecten uit de regio-deal, waar we hele mooie projecten in zitten, om die daarvoor in te zetten. Ander belangrijk punt is de relatie tussen onderwijs, bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Dat wordt echt wel een van de grote uitdagingen de komende tijd, om te zorgen dat die aansluiting goed blijft. Er is heel veel behoefte aan gekwalificeerd personeel. Ook steeds meer in de ICT-sector. Ja. Ook in de tuinbouw gebeurt steeds meer met de ICT. En die aansluiting moeten we goed hebben. Het is belangrijk dat ook leerlingen van onze ROC's bijvoorbeeld enthousiast zijn om hier te komen werken in hun eigen regio. Nou, dat is ook een van de doelstellingen van de Fruittech Campus. En dat hele onderwerp van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is ook een van de belangrijke pijlers van de regio-deal. Waarin we dus het Rijk en de provincie ons ondersteunen. Ja, en de bereikbaarheid is natuurlijk een punt voor. Wij scoren heel goed economisch in onze regio, omdat we natuurlijk heel centraal liggen en heel goed bereikbaar zijn. Dat is ook de reden dat logistiek het hier goed doet. Maar dat is geen reden om achterover te gaan zitten, want bereikbaarheid kan ook zo weer minder worden als de snelweg vastloopt, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is vooral belangrijk dat we daarop blijven investeren samen met het Rijk. Doen we ook. De A15, A2, onze assen, onze aders van onze regio. Ja, waar zouden we zijn zonder, hè? En ook de Waal natuurlijk, als drukbevaren rivier.
Ja, en ik denk dat digitale bereikbaarheid, we hadden het aan het begin van het gesprek met elkaar over, wordt natuurlijk ook steeds belangrijker. Ja, nou en even terug naar de digitale bereikbaarheid, die hebben wij ook. Want we hebben inmiddels ook vragen binnen van nou, wat zijn nou innovaties die er zijn in uw bedrijf? Eens even kijken, er komen al mooie dingen binnen. Tilt ondersteuningen voorzieningen die ook zonne-energie opwekken. Dat is heel mooi hè, dat we steeds meer daarmee gaan doen met die zon die toch wel schijnt. Ook binnen is gekomen krenkelaar, cider. Ja, dat is echt wel een hele mooie. Die is ook al, die heeft een hele grote prijs, de publieksprijs gewonnen. Van meest beste cider van Nederland. Ja. Dus dat is echt iets om heel erg trots op te zijn. Wat ik zo mooi vind aan die krenkelaar is dat er ook heel veel aspecten bij elkaar komen. Want het is eigenlijk opgezet vanuit een coöperatie met inwoners, betrokken inwoners. Die zeggen, ja, je moet eigenlijk iets doen met het restfruit. Dus het fruit wat niet geschikt is direct om te verkopen aan de consument. Mm-hmm. Wat er eigenlijk onder de bomen bleef liggen, letterlijk. Daarvan hebben ze een appelsieder gemaakt. Nou, dat is al heel mooi. Maar wat ik dan ook heel mooi vind, is dat die appelsieder ook in dit gebied gemaakt wordt. Ja. Dat er ook ons wijndomein bij betrokken is, dat Erichem. Ja. En, wat je net zelf ook zei, dat die ook heel lekker is. Want je kunt natuurlijk wel een leuk product maken, maar het is ook belangrijk dat die gedronken wordt. En zoals je al zei, hij wint ook heel veel prijzen. Nou, minister Carola Schouten, die stond op de foto met een heerlijke krenkelaar. Dus het is fantastisch mooie reclame en hij voor onze ook regio. Ook nog, ja. Ja. Verder heeft u nog aangegeven de Meterometer XL. Wauw, nou, daar moeten we absoluut meer over weten. En de mobiele windmolen circulair. Ja, die komt ook binnen. Ja, dat is toch de krachten van de natuurgebruik hier in onze regio. Even kijken of er... ik kijk even naar, want wij zitten hier met z'n tweeën, maar achter de schermen ook nog drijvende krachten, collega's. Nou, hartelijk bedankt voor uw antwoorden. We gaan u zeker nog vaker zaken vragen. Nou, meneer Beenakker, we zijn toe aan onze eerste online gasten. Oké. We gaan even, die komen via binnen bij ons binnen via Teams. En we gaan ze toelaten. En dat zijn Martin Ruiter, voorzitter van VNO-NCW Gelderland en Hans van Zuidam. En die gaan wij eens eventjes inbellen. En we gaan heel erg, we gaan met hun praten over de vraag van hoe gaat dat nou met de bedrijven hier in Gelderland? Hoe gaat dat nou met de bedrijven in Rivierenland? Natuurlijk ook, ik ben erg nieuwsgierig hoe het de afgelopen jaren is gegaan. Erg nieuwsgierig wat zij in de toekomst ook zien. En wat zij ook zien aan innovaties die hier plaatsvinden in onze regio. Ze worden op dit moment gebeld. Het is voor ons ook heel spannend. Het is de allereerste keer dat wij dit webinar doen. En daarom is het ook erg spannend om te kijken of iedereen ook binnenkomt. Ja, daar zijn ze. Kijk. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Ruiter, meneer Van Zuidam. Van harte welkom. U bent daar. Nou, we zijn heel erg blij dat u bij ons bent. Nou, hetzelfde geldt voor u. We hadden u ontzettend graag hier live in de studio ontmoet. Maar ja, dat is helaas niet mogelijk. Ik zal u even goed voorstellen voor iedereen die zit te kijken. Meneer Ruiter, u bent voorzitter VNO-NCW Gelderland. Ook medeoprichter van Xing Groep, dat is nog niet alles, want ik zie in uw cv, u bent ook bestuurslid van het World Food Center in Ede. En ook nog eens eigenaar van de Herenstraat Theater in Wageningen. Heeft u nog tijd over, vraag ik me af. Die ken ik, dat theater. Ja, is goed, theater is leuk. Ik doe alles op afstand, eigenlijk net als dit zo'n beetje. Ja, ja. En nu meneer Zuidam, u bent voorzitter van VNO-NCW Rivierenland. Global Head Input Finance Rabobank. U bent voorzitter van het Innovatiebank van Rabobank Midden. Dat is erg goed, dat is er voor start-ups. En ook nog eens lid van het Economic Board van Vrouw Delta Rivierenland. Kunt u het nog allemaal een beetje combineren in deze lastige tijd? Ja, nou, voor mij is eigenlijk vanwege mijn internationale rol digitaal werken heel efficiënt. Niet altijd even leuk, maar wel heel efficiënt. Ja, nou voordat wij gaan praten met elkaar. Vanuit Oost-Nederland heeft u een video gemaakt voor het kabinet. Oost-Nederland is ook het deel waar wij als Vrouw Delta Rivierenland bij horen. Laten we eerst even naar die video gaan kijken.
kijken of we daarna toe kunnen gaan schakelen. Achter de schermen wordt er nu hard gewerkt om nu de video ook te laten zien. Zonder het midden- en kleinbedrijf. 7 op de 10 banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het MKB. Oost-Nederland is het MKB-landsdeel en kent relatief veel familiebedrijven. Zij focussen op de lange termijn en op duurzaamheid. Zeker met het oog op de volgende generaties. Tegelijkertijd moeten ze inspelen op ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering. De ondernemers in Oost-Nederland hebben de veerkracht, de inventiviteit en de flexibiliteit die nodig is om de coronacrisis om te zetten in kansen. En dat in nauwe samenwerking met het Rijk en met onze onderwijsinstellingen. Samen willen wij op weg naar een nieuwe economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is. Want de motor van de regionale economie, dat is het MKB. In Oost-Nederland voor heel Nederland. Nou, dat is hele duidelijke taal. Meneer Ruiten, meneer Van Zuidam, waarom is deze video zo belangrijk? Mag ik het woord geven aan meneer Ruiter? Ja, ik moet trouwens in alle eerlijkheid zeggen dat ik net geen geluid heb gehoord bij het filmpje. Ik hoop de andere deelnemers aan dit seminar wel. Maar ik had hem al eerder gezien, hè? Dus ik kan er wel iets op zeggen. Kijk, uiteindelijk wat hij wel goed aangeeft is wat de kracht van de regio en een groter breedte eigenlijk van Gelderland en Oost-Nederland is. En in die zin is die wel belangrijk om ook met elkaar na te gaan van waar je eigenlijk naartoe wilt. Want er zijn natuurlijk een aantal, we hebben natuurlijk op dit moment de coronacrisis, hè, die natuurlijk heel erg veel bepaalt van het dagelijkse beslissingen waar we voor staan als ondernemers. Maar daaronder ligt eigenlijk ook nog wel de basis die we hier in het oosten van Nederland en met name ook in deze regio hebben. En dat is ook het pleidooi wat we de hele tijd voeren, ook nu als we het hebben over hoe komen we hier nu weer uit deze situatie waar we nu in zitten. Dat is namelijk dat je die twee aan elkaar koppelt. Dus het korte termijn probleem wat we hebben ten gevolge van corona, dat je dat koppelt aan de sterktes en de kracht van deze regio, deze provincie en van Oost-Nederland, om op die manier weer de koers te zetten richting de heropleving van de economie. En daarom is dit wel een belangrijk filmpje. Want meneer Van Zuidam, hoe is het nu eigenlijk met die bedrijven in Gelderland, in Rivierenland, in deze coronacrisis? Ja, Hans Beenhakker gaf er natuurlijk al deels een beetje een antwoord op. Is het overigens trouwens goed om te tutoyeren, gewoon Hans Van Zuidam, wat mij betreft? Ja hoor, natuurlijk. Prima om te doen. Ja, dat is natuurlijk een heel wisselend beeld. VNO-NCW samen met de provincie, hè, die hebben al nu 3 keer ook een meting gehouden onder Gelderse ondernemers en een ondernemerspanel. Dan zie je dat Rivierenland niet zozeer afwijkt van de rest van Gelderland. Dus je ziet 60% van de ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling in meer of mindere mate. Maar ook 16% van de ondernemers die gewoon echt een omzetstijging kennen. En ook binnen sectoren zie je natuurlijk grote verschillen. Ik sprak vorige week nog iemand die meubelzaken heeft, die eigenaar is van enkele meubelzaken. Dan zou je denken, ja, die zijn gesloten, die kunnen niet afzetten. Maar dit is een ondernemer die heeft ingezet, die doet ook interieuradvies. Zij heeft daarnaast ook een webshop. Dus eigenlijk heeft zij vorig jaar een heel goed jaar gehad. Terwijl je misschien zou verwachten van, hè, zij heeft ook gewoon haar deuren moeten sluiten voor een bepaalde periode. En ze doet het eigenlijk heel goed. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat Rivierenland, en Hans Beenhakker zei dat ook, het iets beter doet dan gemiddeld ook in Nederland. Hmm. Dus de economische krimp verwachten we, die komt hier uit op 2,7 tot 3,7%, waar de rest van Nederland 4,2% doet. En teruggrijpend kort ook toch nog wel op het filmpje. Ik vind het wel mooi dat er gewoon echt weer zo'n duidelijke oproep in zit vanuit het MKB en de samenwerking ook met onderwijs en overheid. Ja, want dat zien we ook nog wel eens. Binnen het MKB zitten vaak ook veel innovaties. Daar zijn we ons niet altijd van bewust. Maar ze weten ook niet altijd de weg te vinden naar onderwijs en overheid. Dus wat dat betreft vind ik het ook gewoon een mooie oproep in het film. Ja, want
dat is het ook. We hebben elkaar nodig. Bedrijven hebben ook, nou, wat u ook al aangeeft, overheid nodig voor veel zaken. Die vraag zou ik ook even willen stellen aan u, die nu zit te kijken. Welke suggesties heeft u aan het nieuwe kabinet als het gaat om het stimuleren van uw bedrijf? Kunt u dat alvast laten weten via het telefoonnummer dat we ook al eerder lieten zien? Van wat heeft u nou precies nodig? Wat heeft u nodig van het kabinet? Wat zou u hen mee willen geven? Voor corona, hoe waren toen de ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar? Als u dat zou kunnen samenvatten. Martin, die zou ik aan jou willen vragen. Voor corona, ik bedoel, voor de regio specifiek moet Hans het zo meteen maar even zeggen. Maar voor corona hebben we natuurlijk best wel een soort van een periode van stevige groei gehad. Hè, waar de economie floreerde. Waar we ook eigenlijk met de basis die we al lang bezig zijn te leggen in de provincie en ook in deze regio's. Zeg maar, waar we gewoon een goede basis hebben gecreëerd ook voor de economisch welbevinden van de regio. Dat is wat Hans net ook zei, hè, dat we het hier in de provincie sowieso wel goed doen. En ik denk dat je daar ook de basis vindt voor de ontwikkeling naar de toekomst. En dus als je dan kijkt van hoe je vanaf hier nu verder gaat. En als ik ook al even mag voorsorteren op de vraag die u aan de mensen in de zaal, noem ik het maar even, gesteld heeft. Kijk, waar we in de nieuwe toekomst naartoe zullen moeten. En wat we ook het denkend kabinet moeten vragen is om, laten we zeggen, structuur die we in het verleden gebouwd hebben, om die te versterken en om ons daarmee te helpen. We noemden net al even de triple helix samenwerking. Hè? De samenwerking tussen onderwijs en overheden en ondernemers. Dat zijn de drie O's. Die moeten we ook in jullie regio, zeg maar, wat anders insteken dan in onze regio. Ik ben zelf gevestigd in Wageningen. Nou, in Wageningen heb je dus, daar zit ook de Wageningen Universiteit, die meneer Beenakker net noemde. Maar daar zitten bijvoorbeeld ook een aantal grotere spelers op het gebied van food. Dan heb je het over Friesland Campina, heb je het over Unilever. En dat brengt dus automatisch een ander innovatiemodel mee dan jullie in de Rivierenlandregio, waar je veel meer MKB hebt, zeg maar. En daar zou je eigenlijk meer, daar zouden we met elkaar moeten werken aan wat ik dan meer noem het Rijnlandse innovatiemodel. In Duitsland zie je bijvoorbeeld dat innovaties eigenlijk veel meer bij het MKB en bij de familiebedrijven liggen. Hè? Mm-hmm. En ik bedoel, daar zouden we heel veel van kunnen leren om dat bijvoorbeeld ook in regio Rivierenland te implementeren. Want vergeet niet, jullie hebben samen met ons wel een hele belangrijke sleutel in handen voor een van de grote uitdagingen van deze tijd. Hè? En dat is, hoe voeden we 10 miljard monden in 2050, zeg maar. En daar hebben jullie heel veel kennis en ervaring in. Daar hebben we in de Wageningen en de omgeving in de Food Valley regio veel tools voor in handen. En als we dat met elkaar weten te bundelen, dan hebben we met elkaar een hele goede basis voor ook weer een heropleving van de economie in de toekomst. Ja, vergeet niet dat wij zijn natuurlijk een fruitregio. Nou, gezondheid is de afgelopen jaar natuurlijk staat nummer 1 op de agenda. Dus daar kunnen we vanuit de fruit en gezondheid kunnen we ook hele mooie dingen doen, natuurlijk vanuit onze regio. Daar liggen denk ik zeker hele goede kansen. En ik denk waar ik heel blij mee ben, is dat we in de regio deal, in de toekenning vanuit het Rijk en de provincie. En dat is niet alleen geld, maar dat is ook erkenning en samenwerking. Hè? Want dat betekent dat we in al die projecten nu, dat het Rijk bij ons aan tafel zit, de ministeries, verschillende ministeries. Daar zitten heel veel van die projecten in, zoals jullie net genoemd hebben. Waar het gaat met name over die aansluiting met onderwijs en de arbeidsmarkt. En het innoveren op MKB-bedrijven. Dus volgens mij liggen daar hele mooie kansen. Ja. Want wat verwachten jullie in de toekomst? Als jullie, niemand heeft natuurlijk een glazen bol. Maar als jullie toch een voorspelling zouden kunnen doen, wat zou dat dan zijn? Hans, mag ik dat aan jou vragen? Ja, ook moeilijk, hè? Als je kijkt naar de veerkracht van onze regio, die bleek dus ook weer iets beter te zijn. Dus we hebben het eigenlijk na de eerste, noem het maar even, na de eerste coronagolf wat beter gedaan dan verwacht. En
dat zijn altijd gemiddelde, hè? Dat realiseer ik me ook heel goed. Want ieder van ons zal ook echt wel weer die restauranthouder kennen die net een jaar geleden zijn investeringen heeft gedaan. Maar goed, dus we doen het wat beter dan gemiddeld. Wat je nu wel ziet en wat er voor de toekomst is, het zou mooi zijn als we investeren in deze crisis zouden kunnen uitgaan. Het kabinet zet er natuurlijk ook op in, maar dat geldt ook zeker voor deze regio. En in mijn optiek zou het ook kunnen, want natuurlijk, er is al genoeg gezegd nu over familiebedrijven, maar je ziet ook in Rivierland veel familiebedrijven, MKB-bedrijven, die ook gewoon goede posities hebben om op die manier ook weer verder te gaan. Eerlijkheid gebied wel te zeggen, dat als je nu echt voor de korte termijn kijkt wat het perspectief is, ja, de vaccinaties zullen toch wel heel belangrijk zijn. En ik denk dat we ons ook allemaal moeten instellen dat we de komende maanden op een of andere manier nog wel met lockdownmaatregelen geconfronteerd zullen gaan worden. Maar goed, vooruitkijkend, de steunpakketten zijn er, die zijn verlengd. Daar heeft VNO-NCW zich natuurlijk ook hard voor gemaakt, hè, dat die afbouw niet zou plaatsvinden. Dus die zijn zelfs nog verlengd. Die zitten ook niet alleen op financiële steunregelingen, maar ook echt wel op investeren en sociaal. Dus ja, ook voor deze regio blijf inzetten op innovatie en de toekomst. En hou ook die creativiteit vast. En misschien als laatste, en dat klinkt misschien ook wat, als ondernemers, hou aandacht voor je werknemers. Want dat zien we ook terug in een panel. De werknemers, we zien het ziekteverzuim wat toenemen. Ook werknemers die ook soms in quarantaine moeten. En je zou misschien nu denken van, we zitten in een crisis, maar die werknemers hebben we straks allemaal wel heel hard nodig. En het voorbeeld van Greva is al genoemd als mooi bedrijf. Bijvoorbeeld Greva, die zit echt te springen om technische mensen. Dus hou ook echt oog waar het kan voor scholing van je medewerkers en inzetbaarheid daarvan. Ja, het is natuurlijk juist in deze tijd ook belangrijk. Dat geldt natuurlijk niet voor alle bedrijven in onze regio, maar bedrijven die echt een lokale binding hebben, is dat we aanvullend aan de steunpakketten van het Rijk, die gelukkig inderdaad doorgezet zijn, waar mogelijk ook als gemeente en provincie bedrijven blijven ondersteunen. En ook onze inwoners oproepen, en dat gaat eigenlijk al heel goed, vind ik, op het moment, om zoveel mogelijk ook lokaal te kopen. Ja. En dat kan ook via de webshops. Heel veel ondernemers hebben dat inmiddels opgepakt. Perfect ingericht, hè? Ja. Als je dat ook ziet, gewoon één druk op de knop en het wordt gewoon bij je thuis geleverd. Dus waarom zou je het niet doen? Maar ik denk dat straks ook in de toekomst toe het kennen van, jullie zeiden al, we zijn een belangrijke voedselregio. Ja, nummer één sector als het gaat over fruit, tuinbouw. Daar ligt denk ik ook gewoon een kans in de zin dat mensen het, verwacht ik, steeds belangrijker gaan vinden. Die trend was al ingezet om ook te weten wat ze eten en waar het vandaan komt. Ja. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor fruit. Dus ja, dan is het toch wel leuk om, niet alleen leuk om die Betuwse appel te kopen, maar ook belangrijk, omdat je weet hoe die geproduceerd is en wat de kwaliteit daarvan is. We hebben veel te leren. Ja, als ik misschien kort mag aanvullen, Hans, wat jij zegt op dat lokaal kopen en daar oog voor hebben. En ook, daar zie je soms ook hele mooie creatieve voorbeelden. In Culemborg bijvoorbeeld, hè, de ondernemers daar gezamenlijk en ook de winkeliers, die hebben een campagne Wat kan wel. En daar zie je dus ook echt een stuk creativiteit ontstaan. En gewoon ook nieuwe modellen om klanten te bedienen. Ja, ik zou iedereen willen aanmoedigen waar dat lukt. Doe dat ook en doe het ook vooral samen. Ja. Als ik daar nog wat op aan mag vullen. Uiteraard. Weet je, wat ik net al zei, hè? En dat klinkt misschien een beetje, als een beetje prekerig in deze barre tijden, maar jullie hebben in de regio echt wel goud in de handen. En uiteindelijk is het inderdaad een kwestie van nu even doorbijten en dan inderdaad investeren in de crisis uit, zoals Hans net ook terecht zegt. En dat is ook de koers die we via de Malitoren ook bij het ministerie proberen aan te slingeren. Dat is ook de koers die we met de provincie, want ook de provincie heeft de beschikking over budgetten om hiermee verder te helpen, maar ook aanslingeren. En waar we eigenlijk zeggen van zoek ook echt de aansluiting bij de maatschappelijke opgaven die we wel hebben. En ik hoorde meneer Beenakker net de energietransitie noemen. Dat is er eentje waar ik zeg van, weet je, dat moeten we toch meer aan de gang. Laten we dat ook maar gewoon doen, want het creëert ook werkgelegenheid. Hetzelfde geldt ook voor
voor het streven naar gezonde voeding. Daar zijn we mee bezig, zeg maar. En dat is een van de toekomstige pijlers voor de groei, ook bij jullie in de regio. En in de tussentijd, we hadden het net over de aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt. Maar op de korte termijn kunnen we ook al een aantal dingen doen om daarvoor te sorteren. Weliswaar heeft op dit moment 16% van de bedrijven bij jullie in de regio meer medewerkers dan werk. Maar er is ook 10% van de bedrijven in ons panelonderzoek die mensen aanneemt, hè? Dus je zou eigenlijk ook nog moeten koersen op dat we die interactie daartussen, tussen die twee groepen bedrijven, sneller maken. En zorgen dat we snel de mensen die bedrijven aannemen, dat die snel de beschikking kunnen krijgen van de mensen die bij de bedrijven die met wat minder werk zitten, boven het alles zitten, dat we die snel helpen met gerichte training, om dan bij het andere bedrijf aan de slag te kunnen. Dat is een hele mooie opgave. Martin Ruiter, Hans van Zuidam, ik wil jullie van harte bedanken voor jullie bijdrage hieraan. Heel goed om te horen. Heel erg goed ook om te horen dat het eigenlijk zo goed gaat bij ons. Dat wij het als regio toch zo goed doen. Hartelijk dank daarvoor. En dan wil ik nog even terugkomen op de vraag die wij aan u stelden. Van ja, welke suggesties heeft u nu voor dit kabinet? Als het gaat om het stimuleren van economie, behoud van banen, het stimuleren van innovatie. U zag het al voorbij komen de afgelopen tijd tijdens het gesprek onder in beeld. Ik ga er even heel snel doorheen, want ik weet niet of u het ook heeft kunnen volgen. Maar, ik zag interessante dingen er kwamen langskomen. Interessante dingen voorbij. Overal glasvezel, nou daar wordt keihard op dit moment, gaat overal al de schop in de grond. Dus veel mensen hebben ook al sneller glasvezel. Maar het mooie is, wij hebben daar natuurlijk ook het initiatief genomen. Kijk, in de centra, binnensteden is dat niet zo'n probleem, want dat pakken commerciële partijen allemaal op. In het buitengebied was dat wel een aandachtspunt. Ja. En dat is de reden dat wij als overheid hebben gezegd, wij gaan zorgen dat de breedband wordt aangelegd in het buitengebied. En ook daar zijn we mee bezig. Ja, ook met het oog op de toekomst natuurlijk. Dat binnenkort gaan we ook allemaal, het is nu al het geval dat we online met onze dokter moeten praten. Ja, als je verbinding hapert, dan is dat een moeilijk... Gaat dat moeilijk natuurlijk. Even kijken, wat komt er nog meer binnen? Ja, innovatie van het MKB samen met het regionaal onderwijssysteem oppakken. Nou, dat hoorden we natuurlijk net ook al uit het verhaal van Martin Ruiter en Hans van Zuidam. Onszelf koesteren als handelsnatie. Nou, daar zijn we erg goed in natuurlijk. Dus daar zit ook een groot talent wat we moeten blijven ontwikkelen. Talenkennis was een erg leuke dat ik die ook voorbij zag komen. Ja, waar zijn we er zonder dat wij kunnen praten met onze... Ja, met onze handelspartners zoals Duitsland, China, Spanje. De wereld is van ons, kunnen we zeggen. Als MKB zouden we stageplekken voor HBO en universiteit moeten creëren. En daar kan de overheid ons bij helpen. Maar ja, kijk, het is belangrijk om te zien. En daar lopen nu al heel veel mooie projecten voor, hoor. Maar om ook te zien van jongeren dat het heel mooi is om nu in de tuinbouwsector en in de logistiek hier in de regio te werken. En ook natuurlijk in heel veel andere bedrijven, in de mooie bedrijven die we hebben. En daarvoor is het ook belangrijk dat leerlingen ook een goed beeld hebben van wat zo'n sector inhoudt. Ja. En dat er bijvoorbeeld in die tuinbouwsector, waar in het verleden natuurlijk meer lager geschoolde arbeid nodig was, ook steeds meer... door alle ontwikkelingen in de ICT, behoefte is aan meer hooggeschoolde werkgelegenheid. En daarmee ook interessant wordt voor leerlingen van een ROC bijvoorbeeld. Absoluut, er liggen nog zoveel kansen hier wat dat betreft in onze eigen regio. Ja, je moet ook de voorbeelden laten zien. Hè. Dat vind ik ook wel een belangrijke taak voor ons als Fruitdelta-regio. Dat we ook, nou ja, daar draagt dit webinar ook aan bij... Maar laten we ook laten zien van welke mooie bedrijven in onze regio zitten en die ook in de etalage te zetten. Nou, dat is hartstikke leuk dat u dat zegt, want dit sluit direct aan op onze volgende gast die we nu mogen gaan verwelkomen. Dat is professor Dr. Gert-Jan Hospers. Op dit moment zijn we hem aan het inbellen. En ik ga zijn presentatie alvast klaarzetten. Ja, wie is professor Dr. Gert-Jan Hospers? Hij is bijzonder hoogleraar bij de afdeling Geografie, Planologie en Milieu van het Radboud Universiteit. Hij is economisch geograaf aan de Universiteit Twente. En hij is directeur van Stichting Stad en Regio. Een stichting die zich inzet voor stedelijk en regionale ontwikkeling op de menselijke maat. K-
Kunnen wij professor Dr. Gert-Jan Hospers er al bij halen? Ik vraag het even aan de collega's van de techniek. Ja, daar bent u. Dag meneer Hospers. Goedemiddag. Een hele goede middag. Ben ik goed verstaanbaar voor iedereen? Absoluut, ja. Heel fijn. Ook voor het publiek hoop ik, want ik had net wat moeite om Martijn Ruiter en Hans van Zuidam te verstaan. Maar waarschijnlijk lag het aan het feit dat ik ook nu word ingevlogen. Dus ja, daarom even deze check. Ja, ja, we moeten toch met z'n allen een beetje die ook digitaal de verbinding met elkaar zoeken. Dat is heel erg duidelijk in deze tijd. Meneer Hospers, wij vroegen u om te onderzoeken. Ja, wie zijn nou die belangrijke bedrijven in onze regio? Wat is nou hun kracht? Want ja, sommigen zijn heel goed in het zichzelf zichtbaar maken. Zijn dat ook, maar velen zijn ook verborgen. Ja, voor heel veel mensen, terwijl ze echt wel de moeite waard zijn om te kennen. Nou, u heeft daar een zeer interessant rapport over geschreven. Verrassend Rivierenland, de 100 verborgen parels in de regionale economie. En u gaat ons hierin meenemen, heb ik begrepen. Dus ik zou zeggen, ik ga de presentatie opstarten en dan is het podium voor u. Prima, dank u wel. Ik vond het sowieso heel erg leuk om die opdracht te mogen doen voor jullie. En ik ben ook enorm verrast over wat er allemaal uitgekomen is aan verborgen parels. En misschien dat de volgende slide kan worden getoond. Ja, u wil beginnen met een quiz, had ik begrepen. Laten we maar eens met een quizje beginnen voor het publiek. De eerste vraag die ik jullie wil stellen aan de deelnemers is voor welk van de volgende kweekproducten geldt dat Rivierenland niet in de top van ons land staat? Beetje een makkie om mee te beginnen, lijkt me. Misschien wat suggesties? Ja, maar dat Loes, kunt u weer laten. Ja, ik zie het voorbij komen. Appels en peren, slakken, champignons, tomaten, laan en sierbonen en chrysanten. Waarin is Rivierenland niet in de top van ons land? Niet. Denk tomaten niet. Klopt. Denk tomaten. Ja, dat is ook het eerste antwoord. Het Westland zijn. Nou, heel goed. Jullie kennen de regio. Misschien twijfelen jullie nog tussen de tomaten en de slakken. Maar ja, komt ook binnen. De grootste slakkenkwekerij van Nederland staat in Nieuw-Aal. Daar slenteren, daar lopen een half miljoen slakken rond. En dat klinkt misschien heel grappig, maar het zal wel eens ook het vlees van de toekomst kunnen zijn. Het is heel eiwitrijk, vetarm en gezond. Dus ook op dat vlak zie je dat er allerlei ontwikkelingen samen ook aan de gang zijn. Appels en peren was natuurlijk duidelijk, hè, dat jullie daar voorin oplopen. Champignons ook, hè, denk aan ook aan Maasdriel, hè, waar veel kwekerijen te vinden zijn. En het Tri-centrum in Opheusden is ook al genoemd voor de laan en sierbomen. En chrysanten is met name iets wat je vindt in Tuil en Zuilichem. Daar zit een enorme kwekerij. Ook de grootste chrysantenkast van Europa staat daar bijvoorbeeld. Nou, quizvraag 2 lijkt me een leuke in het speerpunt economie en logistiek. Daar is de vraag welk bedrijf uit het volgende rijtje logistieke familiebedrijven uit de Vrijdelta Rivierenland kan in 2025 zijn 200-jarig bestaan vieren? Het zijn allemaal 200 jaar? Ja, 200 jaar maar liefst, hè? Ja. Nou, ik zie prachtige namen staan. Transportbedrijf Vonk & Co, Faber, Halbertsma Group, Hartog Est, Carrosseriefabriek en Vos Transport Zaltbommel. Dit is een heel interessante vraag, want ik zou het niet weten. Maar misschien mensen die nu zitten te kijken, als u zit te kijken, ik denk dat er veel mensen die het mogelijk wel weten. Het antwoord tomaten is het overigens niet. Daar kunnen we kort over zijn. Zal ik het maar verklappen? Nou, we hebben één. Oh, iemand denkt Hartog Est. Is dat hem? Ja. Nou, dat is hem inderdaad. Heel goed. Gefeliciteerd. Applaus. En wij kunnen Hartog Est inderdaad in 2025 ook feliciteren met zijn 200-jarig bestaan. Begonnen als wagenmaker. En nu een specialist op het gebied van maatwerk, op het gebied van laadbakken, hefvloeren en alle andere carrosserieproducten. In Waardenburg. Fantastisch bedrijf. Logistiek, hè, dus ook in de maakindustrie. Je ziet hier ook de combinatie tussen bedrijven en bedrijfstakken, de dwarsverbanden. Maar laten we daar vooral ook de andere bedrijven niet mee uitvlakken. Want transportbedrijf Vonk & Co, elk stuk witgoed dat in Nederland wordt geleverd, komt eerst via Tiel. Gaat naar Vonk & Co, die het wegbrengt namens
Miele, Bosch, Siemens. Faber Halsma Groep die verhuurt pallets, echt een Europese marktleider op dat terrein, maakt ook pallets. En Vos Transport zal Bommel heel gediversifieerd, heeft niet alleen vrachtwagens, maar ook duwboten, gespecialiseerd in food en non-food, zelfs een heel mooi warehouse dat hypermodern is. Kortom, hier sta je ook te kijken van wat er allemaal gaande is op het gebied van economie en logistiek. Quizvraag 3. Over recreatie en toerisme. En ook, ik wil het echt even benoemen. Hè. Dus vergeet deze bedrijven niet in deze tijd. Die hebben het nu moeilijk. Maar er is zoveel op dat terrein in jullie regio te vinden. Is naar voren gekomen. Ik heb erbij gekeken van, naar TripAdvisor. Naar The Fork. Wat het vroegere INS. Maar ook allerlei andere prijzen, awards. En de vraag aan jullie is. Welke horecazaak is in januari 2020... tijdens de heerlijk tiendaagse uitgeroep dat de beste horeca zijn, het beste restaurant van Gelderland. Nou, en natuurlijk zijn er altijd wel liefhebbers. Je kunt moeilijk zeggen van is het nou voor iedereen het beste. Maar wat is volgens de kenners, de lezers van Gelderland nou het beste restaurant? Heeft iemand een idee? Nou, ik ken alle vier de namen en ik weet het zijn toprestaurants. Dus ik zou bijna zeggen, het zijn ze alle vier. Maar goed, er kan er vaak maar één de winnaar zijn, hè? Zoals Henny Huisman vroeg al zong. Fika zal ongetwijfeld hoge ogen gooien, denk ik. De Engel wordt gegeven als antwoord. Ja, dat klopt. Heel goed. Ja. De herberg De Engel. Het is eigenlijk ook de oudste herberg van het land. Het heeft ook een eigen wijngaard met 980 stok. Een hele grote wijngaard dus. Maar het is inderdaad verkozen tot het beste restaurant van Gelderland. Maar de Korenmolen staat bijvoorbeeld bij 9,2 uit Maasbommel. Die staat bijvoorbeeld heel hoog bij de Fok. Dus een website van kenners. Het Vera's in Beuzegem ook een begrip. En restaurant Flika, Kerkdriel, heeft zelfs een Michelinster. Het vroegere Sintje is dus omgetoverd tot een Michelinsterrenrestaurant. Nou, en in Dodewaard dus de Engel. Nou ja, ze hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. Elk wat wils, maar heel verrassend vond ik. En ook, ja, ook zeker iets waar ik een keer een bezoek aan ga brengen als het allemaal weer kan. En als laatste quizvraag 4. De witte raven of de zwarte zwanen, zeg maar. Dingen die je niet verwacht, of althans die ik niet verwachtte. Die niet per se in de speerpunten passen, maar dus wel heel interessant zijn. En hier de vraag, in welke gemeente staat volgens jullie de enige overgebleven kwastenfabriek van ons land? En tevens winnaar van de Innovation Award 2019... internationale prijs van borstelmakers binnen zijn branche. Heeft iemand een idee? Dit is geen vreemde kwast, maar een topkwast dus. Precies. Daar sta je ook niet bij stil, dat die dingen ook gewoon uit een fabriek komen vaak. Hè? Dat vind ik heel leuk dat u dit als een vraag op heeft genomen. Culemborg wordt als antwoord gegeven. Nou, dus ik ben onder de indruk van de kennis van de deelnemers. Ja, dat is hier in Fruidelte Rivierenland in Hosvorst. Daar hebben we heel veel kennis. Nou, heel goed, precies. Culemborg, daar staat inderdaad Van Damse Kwastenfabriek. Bekend van het merk Goudhaantje. En wat was de Innovation Award nou eigenlijk? Dat was een award, een prijs voor de zogenaamde Duo Brush. Dat is een kwast die met een druk op de knop op die kwastkunnen penseel komt er dan uit, die je dan weer kunt gebruiken om iets fijn aan te tippen. Nou, dat geeft wel aan, dus innovatie zit hem ook in dit soort dingen. Het hoeft niet altijd helemaal high-tech te zijn, het zit hem ook in gemak en dat soort zaken. En nou, dit is dus wereldwijd ook gehonoreerd op deze beurs. Nou ja, jullie kennen dus wel heel veel bedrijven, dus laten we snel overgaan naar mijn onderzoek en dat ik kan aangeven in de volgende slide wat nou precies, hoe ik het nou gedaan heb. Hè? Hoe heb ik nou die 100 verborgen parels in kaart gebracht? Nou, het is geen rocket science. Hè? Het is ook niet een objectieve lijst. Ik heb me laten leiden door de volgende criteria. Hè? Wat zijn nou de onderscheidende activiteiten van bedrijven? Hè? De points of difference, zou je kunnen zeggen. Waarin onderscheiden ze zich van hun branchegenoten. De verbondenheid met de regio, heel belangrijk natuurlijk. Het is al genoemd, familiebedrijven. Die wortels hebben, die ook op de lange termijn denken. Ik heb ook gekeken naar economische diversiteit. Zou een beetje een saaie lijst opleveren als je alleen maar naar één sector kijkt. En omdat ik weet, dat is natuurlijk overal, dat is hier in Twente waar ik woon ook zo.
En je kunt moeilijk aankomen met alleen maar bedrijven uit Culemborg of Tiel of Zaltbommel of West-Betuwe. Dus ik heb ook echt gekeken in de lijst zo'n 12, 13 bedrijven per gemeente. Hè, zodat je dus ook echt een beetje kunt zeggen, nou ja, per gemeente heb ik die parels in kaart gebracht. Een soort geografische spreiding. Daar heb ik gekeken naar artikelen uit de media, hè, de Gelderlanden, maar ook het FD, lijstjes. Hè, denk aan een managementteam lijst die elk jaar wordt gepresenteerd. Ledenlijsten van lokale ondernemersverenigingen ben ik allemaal afgegaan. Prijzen die gewonnen zijn door bedrijven uit de regio. Bijvoorbeeld in Elsevier is ook altijd een lijst met 500 beste bedrijven van Nederland. Google Maps ook, heel interessant. Hè? Gewoon maar eens inzoomen in dorpen en steden. En wat zit er dan nou? Ja, dat leverde zoveel interessante dingen op. En het heeft een lijst opgeleverd, een groslijst van zo'n 200 bedrijven. Waar ik uiteindelijk na veel wikken en wegen er 100 heb geselecteerd en het overzicht heb opgenomen. En nogmaals, het is geen ranglijst, maar een overzicht. En ja, wat dat betreft, meedoen is winnen, zou ik ook graag willen zeggen. En maar de mooie kleine micro-stories, zou je kunnen zeggen, die er naar voren kwamen, op te hangen aan het grote verhaal van de regio, zou je bijvoorbeeld kunnen gebruikmaken van waar vinden we nou de bedrijven uit het Fruitdelta Rivierenland terug bij de Albert Heijn. En dat zien we op de volgende slide. Nou, je ziet bijvoorbeeld al, als je naar de Albert Heijn gaat, hoeveel bedrijven eraan te pas zijn gekomen. En Greva is al genoemd, hè, met de Smart Packer. Hè, hoe dus bijvoorbeeld groente en fruit wordt gedetecteerd met allemaal digitale technieken. Hè, dat er geen schimmel in zit, dat ze niet rot zijn. Hè, dus dat Greva is een wereldmarkt of een wereldspeler op het terrein van sorteertechnologie. Dat is het eerste plaatje wat je ziet op deze slide. Maar vervolgens heb je ook op de slide, die nu bij mij zelf is weggevallen, overigens op mijn beeldscherm, maar misschien dat het weer terug kan komen. Ik heb hier mijn slides wel liggen. Dat er ook bedrijven zijn die natuurlijk die bedrijven al die groente en fruit ook brengen naar de Albert Heijn. Herbert Sass is zo'n bedrijf, hè, transport en fruit uit Dreumel, die de spullen aflevert bij de Albert Heijn. Ja, ik heb de slide weer voor me. Nou, en als je dan een supermarkt binnenkomt van de Albert Heijn, dan kom je er allerlei producten natuurlijk uit Rivierenland ook tegen. Niet alleen de appels en peren, maar ook bijvoorbeeld de champignons, maar ook bijvoorbeeld de blauwe bakjes die we allemaal wel kennen van de champignons. Die komen bijvoorbeeld van Koopman verpakkingen uit Hedel. En halmfruit uit Lienden is bijvoorbeeld degene die de kersen levert voor de Albert Heijn. Hè? Net zoals het schoolfruit. Hè? Dus een enorm veel van dit soort bedrijven zijn actief in de supermarkt overal in het land. Nou, dan ziet u de broodafdeling en denkt, ja, is dat nou typisch iets fruit? Dat, ja, zeker. Daar ligt heel veel wat uit de regio komt. Rademaker uit Culemborg is bijvoorbeeld een industriële bakkerij. Die maakt industriële bakkerijmachines, waarop heel veel producten worden gemaakt. Bolletjes, krentenbollen, saucijzenbroodjes, die vervolgens weer bij de Albert Heijn liggen om af te bakken. Procema is ook zo'n bedrijf dat daar voor levert. Ook uit Culemborg. En of het nog niet genoeg is, Culemborg nog veel meer. Alle kaas die u koopt van Albert Heijn huismerk wordt gerijpt en verpakt bij de Boutengroep, ook in Culemborg. Daar zit ook een bedrijf als Carrier Refrigeration Benelux, die koel- en vriesapparatuur maakt voor allerlei producten in supermarkten. Nou ja, en de beste boerenkaas van Nederland komt uit Hello. Daar zit namelijk zuivelboerderij Noordam. Kunnen we ook krijgen. Nou, hè, dus dat verwacht je niet, maar zit het toch allemaal. Nou, dan als we met ons boodschappenkaartje door de Albert Heijn gaan, kom je natuurlijk op ooghoogte allerlei kwaliteitsproducten tegen. Of het nu gaat om spullen van Coroos uit Geldermalsen. Of het nu gaat om Geurts uit Dodewaard, die onder private label allemaal jam maakt. Maar ook de Fruitmasters natuurlijk, kunnen we natuurlijk niet missen. Hè. Belangrijk ook om te noemen waar de fruit wordt geveld. En ook uiteindelijk misschien wel weer wordt ingeblikt. Kortom, dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende. Maar uiteindelijk, als we dan chrysanten gaan kopen, dan blijken die ook uit de Fruitdelta regio Rivierenland te komen. Ik noemde al bedrijven in Tuil en ook in Zuilichem. Lewis Flowers and Fruit, Diamond Flowers, die zijn
koplopers op het gebied van giganten. Nou, hier zie je dus wat iedereen in Nederland kan tegenkomen wat uit deze regio komt. Nou ja, dat was voor mij een mooie ontdekkingsreis. Nou, en om toch de volgende slide laten kenmerken zien van bedrijven uit de regio. En zo zien we dat er heel veel hidden champions zitten. Dus ja, verborgen kampioenen, hè, die eigenlijk heel onbekend zijn, maar dus echt in hun tak van sport wereldmarktleider zijn. Of Europees marktleider. Denk aan een Fruity Line, Europees marktleider op het gebied van verse vruchtensappen en smoothies in Ochten. Denk aan Van Amerongen Technology, die fruit- en bewaartechnologie daarin gespecialiseerd is en ook marktleider is. Net zoals Greva, al eerder genoemd, op het gebied van sorteertechnologie. Maar ook een Perfect van Wamel uit Beneden Leeuwen, die maaiers en sorteermachines maakt voor de fruitteelt, een mooi familiebedrijf. Of wat te denken van Ravas uit Zaltbommel, dat een koploper is op het gebied van mobiele weegsystemen van vork, heftrucks en handpelletwagens. En bovendien ook nog eens een keer heel erg inclusief, hè, zoals we dat tegenwoordig noemen. En dus ook allerlei kansen biedt voor mensen op de arbeidsmarkt. En daarom dat ze ook terecht de All-in Werkgeversprijs 2019 heeft gewonnen. Maar innovatie vind je ook op allerlei vlakken. En niet alleen op het gebied van fruit. Denk ook aan Blankers Transport. Uit 1850 al een transportbedrijf, maar uitvinder van hydraulische laadsystemen en verstelbare laadsystemen. En wat ze daar doen is producten die in elkaar kunnen worden gedrukt, denk aan matrassen of andere dingen waar veel lucht in zit, die kunnen dus door dat systeem in elkaar worden geperst, waardoor er dus meer kan worden meegenomen in zo'n vrachtwagen. Heel erg duurzaam, efficiënt en daardoor ook heel erg innovatief. Of wat te denken van Hooymans Substrates, champignons groeien op compost. Nou, die compost komt uit Veldriel. Maar het bedrijf werkt circulair. Hè. Het werkt met het compost wordt gemaakt van kuiken en paardenmest. En de stank wordt weggefilterd door een biofilter, zodat de omgeving er geen last van heeft. Een prachtig concreet voorbeeld van wat duurzaamheid nou eigenlijk inhoudt. Nou, ik heb hier zelf een boiler hangen van Ito Daal erop, net zoals heel veel andere mensen uit Tiel. Heel veel innovatieve prijzen gewonnen, of prijzen voor innovatie in haar branche. En nou ja, ook op het gebied van vlees vind je veel. Oh ja, maakt vleesvervangers die naar kip smaken. En voor de carnivoren onder ons. Maar als je dan toch vlees wil eten en heel duurzaam, dan is grote kans dat je producten van Dorfa koopt. Want dat zijn, daar worden biggen in topconditie gekweekt. Maar tegelijkertijd maakt het bedrijf zijn eigen voer circulair. Zit er heel veel zonnepanelen op het dak. En is het ook een erkend leerbedrijf. Prachtig bedrijf, zit in Dreumel. En mooi voorbeeld van hoe dus ook op het gebied van vlees je heel duurzaam bezig kunt zijn. Nou, dan misschien een wat verrassingen. De volgende slide zien we die. Wat mij heel erg intrigeerde, wat natuurlijk in deze tijd van corona ook interessant is, is dat er heel veel bedrijven zitten op het gebied van zorg. En Wassenburg Medical is bij veel mensen misschien al wel gekend uit Dodewaard. Die maken reinigers voor endoscopen. Heel specifiek MedImpex, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de in- en verkoop, of in de invoer van allerlei producten die in de zorgsector worden gebruikt. Denk aan medicijnkasten, douche, toiletten, dat soort zaken. Zit in Tiel. Drone Seating, prachtig bedrijf uit Zaltbommel, die gespecialiseerd is in het maken van ergonomische zittingen voor chauffeurs. Dus eigenlijk een zorg gekoppeld aan de logistiek. B-Style Mobility Solutions uit Veldriel, die conversiekits maakt voor auto's, taxis en bussen. Om daardoor ook mensen met een handicap goed te kunnen laten zitten. En Nenco, een bedrijf zegt al, Make Sense, ook in Zaltbommel, die de levenskwaliteit voor mensen met een zorgbehoefte vergroot. Hè, bijvoorbeeld met robothonden maakt ze voor ouderen met dementie. Hè, of die importeert ze ook. Nou, voorbeelden die ik niet althans verwachtte, maar die bedrijven zitten natuurlijk ook vaak vanuit een slimme oprichter, hè, die iets uitgevonden heeft, omdat ze logistiek heel centraal liggen in Rivierenland. Nou, als laatste,
toch even wat smaakmakers, denk ik. Jobe International is een interessante, Sports International uit Heerewaarden, die marktleider is gebied van waterskies, waterschoenen, zwemvesten, opblaasbare subs en dat soort bedrijven, dat soort producten. Heel innovatief, jong bedrijf, ook heel erg leuk om voor te werken. Siletti, vergeet hij ook niet, toevallig, ja, min of meer toeval, op 10 minuten van buurtschap Rome. Maar een, in het hele land bekend als importeur van Italiaanse delicatessen. En de eigenaar ervan, die is notabene in 2019 uitgeroepen tot NK, een Nederlands kampioen, blind wijnproeven. Dus nou ja, wilt u goede Italiaanse wijnen, dan moet u echt bij hem zijn. Maioni, de uitvinder van de skippiebal, maar ook van de plastic voetbal 1952. Maar nu marktleider gebied van stootkussens voor boten, venders en nou ja, boten of botengevoelingen. Zal Bommel in Aalst vinden we jachtenbouw, elling, shipbuilding, echte scheepsbouwer. Die ook wereldwijd zijn spullen verkoopt. Nou, en alle sjaaltjes van Vitesse, van NEC, allemaal andere lokale of, nou ja, en ook voetbalclubs worden daar gebreid. Het laatste breifabriek van het land in Boven-Leeuwen. En ook alle verkiezingssjaaltjes en dat soort zaken die we binnenkort weer zullen gaan zien, die komen daar dus vandaan. Nou ja, wist ik niet. Toch leuk om te weten dat dat ook uit Rivierenland komt. Ik sluit af met de volgende slide. Mijn conclusies zijn dat Fruit en Rivierenland heel verrast is. Heel veel bedrijven met wortels en vleugels. En ik denk dat die bedrijven vooral echt eiken zijn, niet zozeer berken. Hè. Dus ze kunnen tegen een stootje. Maar ze zijn ook wereldwijd actief soms, of Europees actief, nationaal actief. Dus hebben vleugels uitgeslagen. We hebben gezien dat ze ook heel innovatief zijn, duurzaam en inclusief. En ik denk ook belangrijk om te constateren dat het meer is dan alleen fruit. We zagen het al, hè? Ook gisanten, vlees, vleesvervangers zelfs. Dat er heel veel trots is, trend en traditie. Om nog een andere bedrijfstak te noemen, denk aan zand en grondwinning. Vind je ook veel bedrijven vanuit de historie. Hè, de scheepsbouw ook, is ook al een lange traditie, kent het in het gebied. En misschien wel een hele mooie, en dat is denk ik wel ook een boodschap die ik mee wil geven. Zorg voor kruisbestuiving tussen bedrijven, hè, om ook intersectorale relaties te stimuleren. Hè. Want juist ook een bedrijf als, denk aan Diamond Flowers, hè, met zijn gisanten, zorgt er samen met een Geranco voor, een bedrijf uit de buurt, dat 24/7 aan veilingen kan worden geleverd. Hè. En daarmee dus eigenlijk ook dus de agribusiness heel veel kan samen doen met de logistiek. Of denk aan robotplantmachines van de ISO-groep uit Gameren, die ook weer worden gebruikt door lokale telers. En zo zie je dat er dus op al die vlakken dwarsverbanden zijn, of het om met een term uit de regio maar te noemen, dat er heel veel kruisbestuiving mogelijk is. En dat is mijn oproep eigenlijk. Probeer ook de lokale ondernemersverenigingen ook regionaal bij elkaar op bezoek te laten gaan. Met elkaar te kijken naar mogelijkheden om samen sterker te staan en daarmee ook aan skill jumping te kunnen doen, zoals we dat in mijn vakgebied noemen. Ook hè, het schaalniveau van de regio te overstijgen en ook nog veel meer internationaal treintjes te kunnen maken en ook offertes te kunnen aanbieden om daarmee als Fruitdelta Rivierenland nog sterker te staan en dus van de verborgen parels een parelsnoer te maken. Nou, meneer Hospers, wat heeft u ons wijzer gemaakt, zeg. Ongelooflijk. Ja, nou, ik hoop het. Maar dat zou er eigenlijk raar zijn, want jullie kennen dus jullie regio al heel goed. Maar misschien heb ik met mijn Twentse blik toch weer wat anders naar gekeken. Een hele frisse blik, kan ik u wel zeggen. En wat maar ontzettend... ik was in ieder geval onder de indruk. Nou, wat ontzettend leuk is, dat terwijl u uw presentatie deed, er ook al spontaan reacties binnenkwamen van prachtige weetjes. En ook bedrijven die zeker even genoemd moesten worden. Ik neem echt even de tijd om dat te doen. Want wist u bijvoorbeeld dat al het Jumbo-brood in Geldermalsen wordt gebakken? Dus alles wat er in de Jumbo-supermarkten ligt, komt gewoon hier bij ons om de hoek vandaan. Nou, de eieren van Zetten, die moet ook echt even genoemd worden door... iemand heeft dat aan ons laten weten via de WhatsApp. Heel goed, hè? Bij deze de shout-out. Bedoeld om te stimuleren, hè? Van, kent u ook dit soort bedrijven? Ja. Hè? En
in het rapport, het is ook, dat is ook een belangrijk punt, ben ik heel blij met deze suggesties. Het is het begin van een verdere ontdekkingstocht, denk ik. En zeker, laten we die maken, gaan met deze bedrijven in gesprek, want achter al die cijfers, die ook heel mooi in kaart zijn gebracht, zitten enthousiaste ondernemers, loyale medewerkers en prachtige bedrijven die springlevend zijn. Absoluut, en er wordt al volop over de grens gekeken, want de Kansieappel, gewoon hier bij ons, uit Vaardelta Rivierenland, gaat ook de hele wereld over inmiddels. Dus, precies, en zelfs nieuwe rassen, hè, weer. Ja. Absoluut, nou mag ik u hartelijk bedanken. Uw rapport, hij is ontzettend boeiend en iedereen die nu zit te kijken, u krijgt uiteraard het rapport van Gert-Jan Hospers gewoon lekker over een mail van ons. Het is heel erg leuk om te kijken, ook vanuit in uw eigen gemeente, van wat gebeurt er nou eigenlijk. En voor degenen die nu kijken van over onze regiogrenzen, laat u vooral inspireren en kijk gewoon naar die prachtige bedrijven die hier volop aanwezig zijn. Meneer Hospers, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. En fijn dat je ons een beetje geholpen hebt. Absoluut. Om ook onze eigen paaltjes weer te herkennen, want we zijn van als rivierlanders van we zijn zo bescheiden. Nature een beetje bescheiden. Ja. Dus het kan geen kwaad om daar even bij geholpen te worden. Soms mogen we echt wel even zo doen. Hè? Even, ja, dat doen we best wel goed met z'n allen. Ja. Hartelijk voor dank. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Ja, en als we het over een parel hebben. Nou, er zijn al heel veel parels gewoon zo voorbij gekomen. We hebben nu ook iemand bij ons nu in de uitzending. Die mag absoluut een parel genoemd worden. Het is Marcel van der Sluis. Hij is directeur en mede-eigenaar van metaalbedrijf Hermeta uit Asperen. Dat is niet het enige wat hij doet. Hij is ook boardmember VNO-NCW Middenregio Rivierenland. En we gaan even kijken of we meneer Van der Sluis ook bij ons in de uitzending kunnen krijgen. Want ja, zo'n bedrijf, volgens mij is hij ook echt prijswinnend. We moeten eens even kijken wat nou zijn geheim is. Wij maken contact momenteel met Hermeta in Asperen. Meneer Van der Sluis, bent u er al? Ik hoor dat hij er is en hij laat ons een beetje in spanning. Dus we verwachten wat van hem zometeen. Het komt eraan, alleen dit is nog even de... Ja, daar bent u! Wat goed om u te zien. Het was even spannend of u bij ons kon komen, maar nogmaals, we moeten het doen met de digitale snelweg. En ook daar is wel een keertje file. Dat is helaas niet anders, maar we zijn erg blij dat u er bent. De file, denk ik. Pardon, wat zegt u? Ik zeg, de snelweg heeft wat file, lijkt het. Ja, dat klopt, ja. Maar uiteindelijk komen we altijd weer uit de file. En ach, dan luisteren we gewoon even naar een muziekje en dan... Dan komen we er ook. Ik heb u al geïntroduceerd. U bent directeur en mede-eigenaar van metaalbedrijf Hermeta uit Asperen. En voordat we met elkaar gaan praten, ik heb al een beetje lopen opscheppen over u. U bent niet alleen bestempeld tot een van de parels van de regio. U kreeg ook goed nieuws van wethouder Ton van Manen in een videoboodschap. En ik stel voor dat we daar eventjes naar gaan kijken. En ook kijken of hij inderdaad goed overkomt. Oh, dat ging iets te snel. Ja, daar gaan we. Want het was een hele bijzondere boodschap waar u absoluut blij mee zou zijn geweest. Tom van Manen, wethouder van West-Betuwe. Wat mooi dat ik u mag toespreken als uitreiking voor de All-in. En Ton van Manen is op dit moment niet zo goed te horen. Dat is juist, maar wat hij hierin vertelt die de talenten aan van u, onze inwoners is dat u en ook vindt. De werkgeversprijs heeft gekregen. Dat u dat gevonden hebt. Samen met Syndion maakt u hier werk van. U zoekt de talenten van onze inwoners. En u kijkt juist niet naar de handicaps of de mindere kanten die er zijn. Nee, ieder mens heeft talent. Ook als gemeente zoeken we hiernaar. We willen graag een inclusieve gemeente zijn. Hier hebben we de goot van de waterafvoer. Die is ook gelijk blinde geleide goot. Alleen, we moeten er wel zorgen dat ze de reclameborden en de fietsen er niet op zetten. Vandaar ook all-in zijn. Ieder mens benutten en respecteren. Dat zit tussen je oren.
En daarom is het zo mooi dat jullie dat in jullie bedrijf op deze manier hebben geïmplementeerd. Daarom reik ik met plezier u de All In Werkgeversprijs uit. En daarom houd de post in de gaten. Hij is onderweg. Nou, dat zijn de boodschappen die heel welkom zijn, kan ik me voorstellen. Werkgeversprijs, verborgen parel. Hoe vindt u dat? Ja, het was eigenlijk hartstikke leuk. Niet dat de verbinding wat langzamer is dan ik kan praten. Maar hartstikke leuk in ieder geval. Het was grappig ook dat het tegelijkertijd in één week kwam. En daarmee ook wat verwarrend. Want we zitten in Asker op een wat verlaten industrieterrein. En als je dan spontaan twee prijzen over je heen krijgt, dan is dat, ben je verduurd van de aandacht die je in één keer krijgt. Maar erg leuk, erg leuk. Maar vertel eens wat over uw bedrijf. Wat is uw geheim dat u zomaar twee prijzen in één week wint? Ja, wat zal ik zeggen? Eerst zeiden we bescheidenheid dat siert. En op een gegeven moment hebben we dat omgedraaid. En gezegd ook, het versiert alleen niet als je bescheiden bent. En als je een beetje naar buiten wilt trekken, dan moet je gaan versieren. En als je mensen vraagt van, waar ligt Hermeta? Dan roepen de meeste mensen, ja, achter de kerk, links, op het industrieterrein daar. En nu is het andersom. En dan vragen ze, waar is de kerk? Dan zeg je, dat is daar bij Hermeta. En daar gaat het eigenlijk om. Een beetje in de spotlight staan, net iets minder bescheiden. Maar ook gewoon doen wat je doet. Hè. Het is ook niet voor de wiskunde. Het geeft energie als je mensen met een handicap, of zoals wij dat zeggen, mensen met een andere arbeid, in je bedrijf onlosmakelijk onderdeel ziet worden. En heel veel plezier hier ziet werken. En ook echt een ontwikkeling ziet doormaken waar je rustig kan zeggen van giant steps for mankind. Zeker, want Hermeta is al bijna 100 jaar een Nederlandse, een van de belangrijkste ondernemingen op het gebied van bouw- en industrie-gerelateerde producten. Aluminium is uw basismateriaal en u zegt net zelf, u neemt uw maatschappelijke opgave heel serieus. Hoe doet u dat? Nou, de grap is dat een van de vorige eigenaren is de familie Herrewijn. En de familie Herrewijn, waren padvinders en die hebben het logo van de Franse lelie in hun logo verwerkt. En padvinders die zijn altijd aan het scouten. Dus wij zeggen dat we altijd aan het scouten zijn voor nieuwe ideeën. En dat scouten voor nieuwe ideeën betekent dat we altijd op zoek zijn naar duurzamer. Dat klinkt dan heel modern en hip. Maar in 2016 kregen wij bijvoorbeeld een brief van de Amerikaanse overheid. Die vroeg of wij in staat zouden zijn om onze producten ook naar Amerika te transporteren met 75% gerecyclede content. Dus echt, we mochten niet meer leveren als dat niet het geval was. En dat hebben we onderzocht. We hebben op voorhand ja gezegd om die incentive ook te voelen. En sinds begin 2017 produceren wij enkel op basis van 75% minimaal gerecyclede aluminium. En dat zijn hele leuke, mooie stappen die je kunt maken. Ja, daar gooit u hoge ogen mee. En dan komt corona. Hoe gaat u daarmee om in uw bedrijf? Ja, dat heeft echt een stevigheid gehad. Wij zijn zelf bouwgerelateerd. Deels bouwgerelateerd omdat we echt aan projecten vastzitten. We hebben een gevelbouwbedrijf. En iedereen denkt in Nederland dat het allemaal vanzelf gaat. De bouw gaat gewoon door. Hè. Las je wel eens in de krant. En dan dacht ik, gewoon is het allemaal niet. Want zoals we ook weten, is vlak voordat de crisis insloeg, hadden wij op sommige gebieden echt een hele lage werkloosheid. Zo'n lage werkloosheid dat mensen schaars werden. We hadden heel veel Poolse metselaars in Nederland. En als Poolse metselaars met de Pasen de feestdagen willen doorbrengen in hun eigen land, maar daarna niet meer terug kunnen keren omdat de coronagrenzen dichthingen, gewoon lockdowns werden afgeroepen, dan had dat echt sterke repercussies op de bouw. Met alle vertragingen van die hebben wij daar ook echt wel best wel zeer zware mee te maken gehad. En aan de andere kant ook weer prachtige initiatieven. Je ziet dat als onze medewerkers die veel te weg zitten in Nederland, België, Frankrijk, die mochten niet meer naar hun klanten toe. Nou, niks ergens voor salesmensen dan niet meer in hun auto naar die klant toe. Hè. Dat zijn echte
mensgedreven mensen. En die willen niks anders dan dichtbij komen en kijken hoe we daar met elkaar tot zaken kunnen komen. En dat kan dan niet. Dat kon gewoon niet meer. En die tijd hebben ze fantastisch benut door juist hun databases op te schonen. Al hun achterstallige werk weg te werken. En onze digitale content, om de klanten nog beter te bereiken, echt te optimaliseren. U gaf net al aan, het is soms ook heel erg, vooral voor dit begon, erg moeilijk om aan personeel te komen. Hoe doet u dat? Hoe komt u aan die goede mensen? Nou, wij hebben mooie verbindingen met een aantal hogescholen in Nederland. Het Avans Hogeschool, het IPO in Rotterdam, diverse ROC's. En wij zoeken we minimaal 8 stagiairs. En bieden we stageplaatsen aan, variërend van productontwerp tot HBO personeelszaken. En hebben al een tijd lang de insteek gehad, als iemand bij ons afstudeert met een 8 of hoger, krijgt hij standaard een baan aangeboden. Nou, hoe leuk is het om als je een half jaar lang je afstudeeropdracht bij ons afrondt en dan eigenlijk de incentive hebt, jongens, ik ga die 8 halen. Helpt daar natuurlijk ook bij. En dan vervolgens ook meteen je baan aangeboden. Dat is gewoon 2-in-1, biedt u. Wat een ontzettend goed idee. Ook voor iedereen die nu zit te kijken. Haal ze naar binnen, die talenten die momenteel op de opleidingen zitten. En als u kijkt naar de toekomst. Natuurlijk een hele mooie lange aanlooptijd. Je leert iemand goed kennen. En als ze dan ook nog bekroond worden met een 8, dan... Binnen. Heeft u toch wel heel erg op uw website ook staan, mag ik hopen. Hè? Dat voor veel mensen die hier willen komen werken in Fruit Delta, dat die ook echt gemotiveerd zijn hiervoor. U maakt goede reclame daarvoor. Als u kijkt naar de toekomst, u bent heel erg bezig om uw bedrijf steeds te ontwikkelen. Anders besta je natuurlijk ook niet zomaar een eeuw lang. Wat heeft u nou nodig voor een goede doorontwikkeling? Als u bijvoorbeeld een oproep zou mogen doen naar de overheid, wat zou dat dan zijn wat u nodig heeft? Nou, wat je ziet is dat in Nederland natuurlijk heel veel bouwtekort is. Hè. Heel veel woningbouwtekort. En wat je in Nederland heel veel ziet, is dat er dan weer binnenstedelijk wordt uitgebreid, hoogbouw veel plaatsvindt. Ik denk dat je ook niet moet vergeten dat je als je rondom de kleine kernen in ons gebied, om even de Rivierland te nemen, echt gericht laat bijbouwen, dan wordt zo'n regio ook aantrekkelijk voor jonge mensen om naartoe te komen, omdat daar ook doorstroom kan plaatsvinden. En dan kun je ook... Dan wordt het voor mensen ook interessant om niet naar hun studie te blijven hangen in Dordrecht, Rotterdam, Utrecht. Maar om ook terug te keren naar hun eigen gebied. En daar ook een woning te kunnen vinden die bij hen past. En ik zag een van de luisteraars al kijken naar glasvezel. Nou, er wordt inderdaad heel veel in ons buitengebied al aan glasvezel aangelegd. Nou, ga er vooral mee door. Hè. Ga ook als lokale overheid daarmee door om dat te stimuleren. Want niets zo belangrijk voor jonge mensen, en voor iedereen eigenlijk, de huidige tijd, voor goed zijn glasvezel en goede, snelle verbindingen met deze wereld. Ja, daar wordt hard aan gewerkt momenteel. Laatste vragen nu. U krijgt nu van ons 30 seconden de tijd om reclame te maken voor onze regio, voor werken in onze regio. Ik zou zeggen, pak het podium, maak reclame voor ons. Nou, de regio Rivierenland is eigenlijk, zoals al werd gezegd, een groene innovatieve regio. Het ligt prachtig centraal in Nederland. Hè. Ga hier bijvoorbeeld in Asperen wonen en je zit in 30 minuten zit je in Den Bosch, 30 minuten in Utrecht, 30 minuten in Rotterdam en omstreken. Dus super centraal. En zoals in deze bijzondere tijden, waar we ook moeten genieten van de natuur, is het ook hier nog prachtig groen. Dus eigenlijk combineren we twee schitterende zaken. We zitten heel dichtbij. We krijgen, zoals Hans Beenhakker ook al zei, heel snel schitterend internet en snelle glasvezelverbindingen. We zijn een doorrijroute midden centraal in Nederland. En daardoor genietend van de natuur en dichtbij het stedelijk bedrijfsleven. Ik denk dat we geen betere plek hebben in Nederland om te wonen. Het was langer dan 30 seconden, maar het is u helemaal vergeven, want elk woord dat u sprak was helemaal waar. Marcel van der Sluis van het metaalbedrijf Hermeta uit Asperen.
Het zal me niks verbazen als u er binnenkort weer gewoon een paar prijzen bij krijgt. Want volgens mij bent u hartstikke goed bezig. Erg nadenkend over de toekomst. Ja, we gaan u voortaan inhuren. Hè? Zo'n PR-praatje over onze regio. Zijn gewoon klaar. We zijn gewoon klaar. Ja. Ik vind het wel even interessant om aan u thuis te vragen. U heeft nu dit verhaal gehoord van meneer Van der Sluis. Over wat aantrekkelijk is aan werken in de regio. Aan werken in Rivierenland. Wat is volgens u nou zo aantrekkelijk aan werken hier? Misschien zijn er nog zaken die niet aan de orde zijn gekomen. Laat ons dat even weten via het WhatsApp-nummer. Dan ziet u dat zo meteen weer hieronder verschijnen. En dan kunnen we eens even kijken. Dat is ook wel interessant. Omdat er misschien nog zaken zijn die we toe kunnen gaan voegen aan ons reclamepraatje. Want Rivierenland heeft heel erg veel te bieden aan werknemers. Goed, meneer Van der Sluis, hartelijk bedankt voor uw bijdrage hieraan. En ik wens u ontzettend veel succes in de toekomst. En het zou me niet verbazen als we nog veel vaker van u gaan horen. Dank u wel. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dank u. Tot ziens. Dag. Nou, we zijn alweer bijna is het al 5 uur, zie ik. Over 5 minuten, wat gaat het toch ontzettend snel. Mooie verhalen gehoord. En Hans Beenakker, wat is u nou opgevallen aan de verhalen die u zoal gehoord heeft? Nou ja, wat ik mooi eigenlijk vind is om te beginnen eigenlijk heel veel optimisme wat uit alle verhalen komt. Ja. En op zoek gaan naar kansen. En dat is in deze barre tijd, als ik het zo mag noemen, wel welkom. Dat we op vrijdagmiddag Nou. Het even niet over corona of dreigende rellen hebben, maar over de kansen die er liggen en het optimisme in de regio. Dus dat vind ik, heel mooi. Nou, het laatste praatje, PR-verhaal, is natuurlijk ook heel mooi. Dat ik, wat ik in het begin ook gezegd heb, ja, dus hier ook waar onze kracht ligt. Qua ligging, qua bereikbaarheid en onze unieke sectoren die... En dat vond ik ook mooi in het verhaal van Hospers, dat ik ook weer heel veel bedrijven ontdekt heb. Ja. Waarvan ik dacht van, hey, zitten die in onze regio en zijn ze ook nog marktleider in Nederland of zelfs internationaal? Dat vond ik wel heel intrigerend, moet ik zeggen. En extra belangrijk denk ik om die toch wat meer weer in de etalage te gaan zetten. Ja. Die samenwerking, dat is natuurlijk ook iets wat heel erg blijft hangen, ook uit het verhaal van VNO-NCW. Is dat het belangrijke is, juist omdat we veel kleine spelers hebben, maar wel hele sterke spelers, vitaal en ook op zoek naar kansen, dat we ook goed met elkaar in verbinding gaan brengen. En dat we laten zien hoe leuk het ook is, ook voor jongeren ook in onze regio te gaan werken. Ja, we hebben elkaar ook heel erg hard daarvoor nodig. Dat is natuurlijk ook waarom we deze webinars organiseren voor u. Om ook die krachten te bundelen, elkaar te vinden en elkaar daar ook mee te inspireren. Ik zou u ook graag aan u willen vragen, wat vond u hiervan, van de zaken die u gehoord heeft? Even bovenop de vraag die ik u net stelde, van wat is nou zo aantrekkelijk aan werken in Fruit Delta? In Fruit Delta hebben we een mooie mix van werken, wonen en recreëren. Zag ik zo heel snel even voorbij komen. Nou, dat valt het eigenlijk ook al helemaal samen. Hè? Want het is niet alleen het vinden van een goede baan. Maar je neemt ook je gezin hiermee naartoe. Je wil ook dat zij fijn naar de school kunnen. Het is hier gewoon heel fijn wonen. Ik bedoel, je hebt toch een groene, rustige omgeving. Je woont centraal in het land. Ja. En het is nu weer hoog water aan het worden. Ook voor die tijd was het al zo. Want bij corona zie je dat iedereen toch wat meer naar buiten de natuur opzoekt. Dat de dijk langs de Waal, dat leek wel de Kalverstraat. En het leuke verschil met de Kalverstraat is dat je daar midden in de natuur loopt. En kunt genieten van de enorme grote schepen die over de Waal varen. En ook dat is voor mensen een heel leuk uitje naast alle andere leuke mogelijkheden die er zijn. Zeker weten. En al die dijken die zijn oneindig natuurlijk. Dus je kan echt je lol op. Je kan fietsen, je kan wandelen. En niet alleen in bloesemtijd, want dat is natuurlijk al fantastisch mooi. Maar ook op allerlei andere momenten. En er zijn heel veel ook mooie oude plaatsjes. Dat zijn ook pareltjes, dorpjes, kastelen, stadjes in ons gebied.
die heel aantrekkelijk zijn om te bezoeken. Moeite waard om te ontdekken. Nuchterheid en doorpakken zit ons in de genen. Ja, dat maakt ons ook heel erg. We zeggen wel eens, ja, we zijn bescheiden. We willen ons niet zo laten voorstaan op alles. Maar dat soort nuchterheid, dat is natuurlijk ook prettig. Als je wil weten waar je staat. Om nuchter de zaken aan te vliegen. Ik kan me voorstellen dat het erg prettig is om te werken in zo'n omgeving. Ja. Nou goed, dat krijg je hier gewoon gratis voorbij. We zijn echt Nederland, hè? We hebben het Nederlandse landschap, de delta, en we hebben de Nederlandse nuchterheid. Dus wat wil je nog meer? Ja, een prachtige combi. Nou, ik zou u willen zeggen, heeft u nog opmerkingen? Heeft u nog vragen die u absoluut aan ons kwijt wil? Dan kan dat, want na dit webinar hebben wij gewoon ons e-mailadres wagenwijd voor u openstaan daarvoor. Dat is info@fruidelta.nl. Het zal ook nog zo meteen in beeld komen. Het zit erop. Helaas, het was het eerste van de 3 webinars over de toekomst van Fruidelta Rivierenland. Dat betekent dat we er nog 2 voor u in petto hebben. Het eerste daarvan is op vrijdag 19 maart. Daar zoomen wij in op een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Vandaag is het al even aan de orde gekomen. Van ja, er zitten zoveel kansen hier. Er zitten zoveel mogelijkheden om te verbinden met elkaar. Met het bedrijfsleven en het onderwijs. En het laatste webinar, webinar 3, zal plaatsvinden op vrijdag 9 april. En daarin kijken we met elkaar naar de maatschappelijke opgaven van de toekomst. Als we daar nou al naar kijken, dan zijn we voorbereid op straks. En er gebeuren al zeer veel mooie dingen. Ik noem al even als voorbeeld de regio-deal. U ontvangt vanzelf hiervoor een uitzondering of een uitnodiging van ons. En natuurlijk, ik gaf het net al aan, wij gaan ervoor zorgen dat alle zaken die hier vandaag zijn besproken, dat u die ook zal ontvangen in uw mailbox. Het rapport van Gert-Jan Hospers, ontzettend leuk om te lezen. Natuurlijk ook het economische rapport, dat is verschenen van Buck en Royal Haskoning. En natuurlijk een link naar dit webinar, zodat u het nog eens terug kan kijken of misschien door kan sturen naar een collega voor wie het ook wel interessant is. Nou, veel dank aan onze gasten vandaag. Martin Ruiter, Hans van Zuidam, Gert-Jan Hospers en Marcel van der Sluis. En uiteraard ook u bedankt, meneer Beenakker, dat u hier was. Erg interessant en leuk om hierbij te zijn. Ja. En uiteraard de grootste dank aan u dat u hierbij bent geweest vanmiddag. En we hopen u dat u de volgende keren er ook bij zal zijn. Dan zullen we u weer ontmoeten. En ik kan alvast vertellen dat we op zoek gaan naar interessante locaties om dat te doen. Dus ik zou zeggen, mis het niet. Blijf ook gewoon contact met ons zoeken via info@fruidelta.nl. En dan zou ik willen zeggen, hartelijk dank en tot de volgende keer. Tot ziens!